En het ministerie van Binnenlandse Zaken laat in een persbericht weten dat zij vandaag bijkans 200.000 stembiljetten heeft vernietigd. Er waren namelijk fouten op de biljetten voor de Nationale Assemblée en de Resortraad van de districten Paramaribo, Wanica, Marowijne en Sipaliwini. Zo was er geen logo voor de Sociaal-Democratische Unie, SDU, van Celsius Waterberg. De SDU had namelijk verzuimd hun logo digitaal aan te leveren, waardoor de partij met een demo-logo voorkwam op de stembiljetten. Een andere fout betreft het dubbel voorkomen van een DNA-kandidaat van HVB in Sipaliwini. Dit kon worden rechtgetrokken voordat de stembiljetten waren gedrukt. Ook was er een verkeerde foto van een kandidaat van de NPS in het district Marowijne op de lijst. Op advies van het onafhankelijk kiesbureau is besloten alle foutief gedrukte stembiljetten te vernietigen. Dit gebeurde vanmorgen te Marina Durga. De vernietiging heeft onder toezicht van het OKB en het Korpspolitie plaatsgehad.